Ik ben Dimpra Mertens. Ik ben de Jos, de man van Dimpra. Ik ben 83. Oh, dat moet ik helemaal niet zeggen. En ik zeg gelukkig dat ik bij een horemans en kuik op kan komen. Je kent beter dan ik. Hè. Mijn dochter is meegegaan. Want wel, ik ken van die nieuwe dingen niet meer. Ze zei, als je een keuken hebt, zal ik wel eens meegaan. Precies, dat wil ik dan niet kunnen. We hebben onderling meest drie dingen gekozen. Het zijn drie tevreden kleuren. Van onder moet het wit zijn. En boven is het moet zo grijzig zijn. En dan dat ding is zo... Allee, het ding is dat donker is dat... Dus gebloemd is het eigenlijk niet, maar er zijn toch kleuren in. Want dat is dan eigenlijk een wit blad. Ik weet eigenlijk niet dat dat wel goed is. Ja, weet ik niet wat ik liefst deed. Maar dat ding, hè. Dat ben ik nog eens geen kaasfricassee. Dat ben ik gewoon dat ik mijn kerstmis of mijn nieuwjaars op aan mijn eten. Ah, oh, dan pak ik wat Johan. Dus ik heb dat niet opgeschreven. Dat Johan pak ik. Wat hij was stoven. En dan doe ik het vlees bij. En dan had ik dan dingen willen. En dan maak ik saus met dingen. Waarom saus met paddenstoelen? Kaffee maken kun je. Ik eet het ook, maar ik maak het niet. Dat is toch vermoeiend eigenlijk. En ik zet het hulpje. Dat is een afdroeger. Paul Makker, die stond zo wat kleren. Allee, die stond zus lekker die nijs staan. Met de Willy Horeman, hè? Ja. Dat is raar, hè? Want die had die, ja, vond ik het aan schoen. Zal ik maar iets vertellen van Horeman, hè? Hij had wel schuiken gekocht. En hij had daar zo'n schoenpotje staan. Zo. Of zeg een schoenkaktus. Ja, ik zeg dat, maar die was maar zo heet dan. Hè. In dat potje was zo langwerpig. En als hij daar kwam zitten of kwam opmeten, dan had hij dat ding erbij. Dat vond ik schoen van hem, hè. Want ik had dat niet afgelost eigenlijk. Zo. Ik vond dat maar schoen. Ja, en dan heb ik dat gestaan, was hem al denk zo groot. En toen kwam er een jongetje aan. Wat schussen is, dat is daar in de vat. We zijn ook in Amerika geweest dan die grote cactus, hè? Dat mag oh, geweest. Ja. Ja. Maar ja, tegenwoordig zie je alles op de tv, hè? Dimp. Dat is Dimpje, hè? Ja, hallo. Of Dimp. Dat is een goede naam. Ja, ik vind dat daar niet. Nee? Zo, mijn echte naam is Anna Maria Dimpje. Eigenlijk weet ik. Eigenlijk dan Anna. Dan is het dat gewoon? Anna vindt het liever als Dimp, hè? Dimp is het ganse. Ik vind Dimp ook zo, Maria.